Goedendag, lieve mensen, en weer een nieuwe aflevering van Kunstroute Hoflied 2022. En vandaag zit ik weer bij een heel bijzondere kunstenares. In Hoflied zijn alleen maar bijzondere kunstenaars. Het is echt waanzinnig. Het gaat, ik begon het met één of twee en het is gelukkig. Kom ik steeds meer en meer mensen tegen die ook met Kunstroute 2007 en 2008 meegedaan hebben. En naast mij zit Ellie en ze heeft inderdaad toen de tijd meegedaan. En ik ben ook super blij dat zij met ons ook wil exposeren. En wie is Ellie? Nou, ik ben Ellie Ouwekerk, ik woon dus op de Gutte 42 en ik doe dus ook mee met de kunstroute. Ik ben dus al met kunst een beetje 32 jaar bezig. En ik heb dus ook les gehad bij een kunstenaar in Hellevoetsluis op zijn atelier. En dat heb ik denk ik een jaar of 15 gedaan. En toen dacht ik op een gegeven moment, nou blijf ik gewoon dinsdagavond gezellig thuis en dan ga ik gewoon dinsdagavond op mijn kamer boven zelf wat doen. Want ik had nou een kamer boven gekregen. Tenminste gekregen, die was vrijgekomen. Dus die heb ik nou ingericht om daar te schilderen. Ik weet ook van jou dat je in verschillende disciplines werkt. Dus heel graag, wat doe je allemaal? Nou, ten eerste boetseer ik ook. Maar dat heb dus ook dat ik objecten boetseer en in een schilderij verwerk. Ik doe dus ook zand door bepaalde verfsoorten heen. En ik heb dus dat met Teprex, dan maak ik dus poppen, kleding en zo, die kan je dus hard maken. En je begint met een stukje bouwijzer en dan moet je dus een figuur ervan gaan maken met papier en met tape. En dan, dan moet het iets gaan worden, hè? Ja. Nou, dit is als een beetje de bedoeling, een van de poppen die ik gemaakt heb. Hè? Dat je met, zit een bouwijzer in en heel veel krantenpapier en tape en folie. En dat met Treprex maak je, dan ga je dat schilderen, dan wordt hij hard. En dan moet je dus een kleedje eromheen fabriceren. Nou, zij heeft dus een viool in de armen, want ik maak elke keer andere houdingen. En die heb ik dus ook zelf gemaakt. Dat viooltje is van binnen van een oude spons. En dit, wat dat precies was, weet ik niet. Maar dat lag in mijn doos en dat was net of het een strijkstok was. Dus dat kon ik mooi gebruiken. Dus zo probeer je dus van oude dingetjes iets nieuws te maken. En elke pop is dus weer anders. Ik zie dat, wat ik zei, die stof is heel, heel mooi, heel goed intact, goed die was. Zeg maar, dat donzige is hard geworden. En die kleuren lopen niet over elkaar heen. Dus hoe doe je dat? Moet je heel goed beschermen? Ja, als je nou bijvoorbeeld die pop in het bruin hebt gezet. Hè, en dan ga je dus de kleding maken. Dan doe je dat knipje is van tevoren. Doe je het niet met naald en draad. Dat komt helemaal niet van te pas. Dus er zit niks met dat naald en draad. En die stop je in een emmertje waar dat witte spul in zit. En dan moet je dit bedekken. Hè, dat je dat niet per ongeluk met wit besmet. En als je dat dan hebt gedaan, dan wil ik die overrok, was mijn idee, ik maak er een overrok overheen. En dan moet je dit weer afdekken, dat het niet helemaal besmet. Maar je besmet het altijd een beetje, dus je moet het altijd weer heel voorzichtig met een penseeltje bijwerken. We begonnen met één pop en ineens zeker heel veel poppen, heel mooie. Dat is een danseres. Met een zoals een waaier. Nou, deze die houdt van de zon, die loopt mooi te wezen met het parasolletje. Die zwaait mangedag. Die watergenalen, ze heeft dus een kruikje in de armen. Dat kruikje heb ik niet zelf gemaakt. Hoor. Die komt uit een bloemstukje. Ik moet wel eerlijk blijven. Maar goed gerecycled. Ja, precies. Als de mensen langskomen, kan ik het altijd nog een keer vertellen. Hoe ik ze dus eigenlijk maak. Het is heel mooi gemaakt. Mensen, het is echt waanzinnig. Je denkt, hoe kan dat? Dat ze zo mooi staan en dat het zo mooi blijft. Prachtig. We hebben net oude dame gezien op, ziet ze op de steen of ze op krukje. En dan is het, moet ik wel benoemen, zo mooi hoe die plooien van schouder en van de buik. Prachtig gedaan. En zien we nu witte sculptuur van Ellie. En ik wil dat je vertelt, waar gaat het om en wat zien we hier? Nou, dat was gewoon de krantenfoto van een voorstelling van ballet.
En dat vond ik eigenlijk zo'n mooi plaatje, dat ik dat voor een tentoonstelling gemaakt heb. Welke technieken en welke materiaal heb je hier gebruikt? Nou, hier zit dus ook weer bouwijzer in. En van dat speur, om dat een beetje aan elkaar te doen, hè. En voor de rest is dan de Darwi-klei. Dus heel veel klei en pakjes of 50? Nou, dat waren, ja, dat heb je heel goed gezien. Ik kreeg 50 van die pakken thuis. En die hield ik wel van over. En daardoor heb ik nou schilderijen ook gemaakt. Waar dus ook van die beeldjes in verwerkt zijn. Dat ik allemaal dat klei over had. En hoe lang kan zoiets staan? Want dat is natuurlijk geen steen. Maar het staat net alsof van een steen. Dus bijzonder. Het staat 30 jaar en het was net als gisteren gemaakt. Dat is echt prachtig ook weer. Waarmee ben je begonnen? En langzaam, wat doe je allemaal? Dat wil ik van je weten natuurlijk. De kijkers denk ik ook. Nou, ik ben dus begonnen met tekenles, zeg, met tekenen. En dat is dus met krijt. En nou, toen was op een gegeven moment was er gezegd van nou, zullen we eens een keertje met verf aan het werk staan. Dus toen ben ik overgestapt naar schilderen. Maar dat krijt heb ik ook nog wel een poos gedaan. Ik vind het leuk om af en toe eens wat anders te doen. Niet allemaal hetzelfde. Nou, wat ik dus ook gebruik om die beelden te maken, die poppen, dat is de tape-rex. Heb ik dit eens gedaan met touw. En later heb ik het in de verf gezet en in de lak. Dit is het onderwerp muziek. Dus dat is dus viool, dansers en dan noten. En die noten heb ik dus zeg maar ook weer met touw gedaan, met de P-trex. En de snaren gemaakt ook met touw erop geplakt. Nou, en dan ga je naar boven en je weet niet wat hier te wachten staat. En dan weet je niet wat je ziet, want alle muren zijn vol. En ik hoor dat het boven nog iets is wat ook helemaal vol staat. Wil je even dichtbij komen? En wat is dat door de jaren heen wat je geschilderd hebt? Of is het een of andere thema? Ik heb helemaal geen thema's, want ik vind het veel leuker om elke keer wat anders te maken. En als ik dan een fotootje zie of een plaatje, wat ik denk, ja, dat doet me wat. Ik vind wel, er moet een beetje een verhaal in een schilderij zitten. En dan probeer ik dat gewoon. Kijk, ik gooi ook vaak genoeg wat weg, hoor. Ik bedoel, ook heel vaak, als het gewoon op een plaat is, kan ik het wegschuren. Dus ik heb heel vaak iets weggeschuurd. En dan heb ik ook wel gewoon paneeltjes aan. Die kan je dus niet schuren. Als dat dan niet meer goed is, dan ga ik met verf overheen de doeken zand erin. En dan maak ik er wat anders van. Nou, dit is dan een voorbeeld van een schilderij wat eerst mislukt was. En toen ben ik met acrylverf en zand daarin, met het mes, ben ik daar overheen gegaan. En heb ik geprobeerd een grot erin te maken, dat hier het water is. En daar de stenen, zeg maar, en met een beetje begroeiing. Dus dan heb je weer heel wat anders. Het is gewoon een oud bureau. En daar hebben we een soort opbergruimte gemaakt voor schilderijen. Omdat, ja, de muren kon ik niet meer kwijt. Dus daar heb ik eventjes gewoon, ja, een beetje water en dingetjes erop gekalkt. Om het een beetje gezellig te maken. Maar dat kan je natuurlijk nooit verkopen, want dan ben ik mijn kist kwijt. Lieve mensen, als we denken, we hebben nu alles gezien, hoeven we niet naar Ellie. Dan zal ik jullie zeggen, we hebben een discussie gehad dat als je foto maakt of zo, dan is het hartstikke plat. Maar als je hier staat, je weet niet wat je ziet, want al die schilderijen zijn 3D. En dat komt gewoon, die slang, die komt uit de schilderij en die is bijna, je denkt, nou, die gaat je bijten. Ongelooflijk mooi gemaakt. Ik begrijp net van klei en dan helemaal die schoebetjes allemaal ingeschilderd. En dit, die tijger, die springt, dat is ja 3-4 lagen van die schilderij. En dan komt die tijger zo naar voren. Dit is dus een arend die dus in de vlucht naar beneden vliegt om zijn prooi te grijpen. En die heb ik dus eigenlijk uit een boek waar allemaal natuur in staat. En dan blader ik dat door en dan kijk ik, ja, wat is interessant en wat zou ik eventueel kunnen ermee. Het mislukt natuurlijk ook wel eens en dan kan ik het weggooien en dan begin ik gewoon weer opnieuw. Dit is niet zomaar, dat is een hele catalogus vol met werken van Ellie. En hier staat een schilderij, ik weet niet of de cameraman kan even dichterbij beeld brengen. Dat was een schilderij die bij mij bleef hangen sinds 2007. En ik vroeg zodra ik in huis was, heb je die schilderij nog? Nee, helaas, die is verkocht. Maar alle andere stukken, sommige verkocht, andere wel aanwezig.
Ik zou zeggen, kom en zie en geniet, want dat is gewoon prachtig om te zien. En ik wil afsluiten, bezoek aan Ellie, met een prachtige stuk. En dat is dit. En ik weet niet of jullie kunnen zien wat hier staat. Hoe heb jij het genoemd? De Gluurders. De Gluurders. Omdat hier prachtige lichamen, ik zag het niet 1, 2, 3, maar nu zie ik het als ik langer kijk. Prachtige lichamen van twee vrouwen en een... Ja, gluurders. Ik zou zeggen, vieserike staat te gluren. Ja, maar nee, dus, nee ze, gaan, ja, ze gaan gewoon gluren en genieten. En ik zou zeggen, je hoeft niet te gluren. Je kan gewoon 26 november tussen 11 en 4 bij Ellie komen kijkje nemen in de grote 42. Omdat Ellie vanuit huis gaat tentoonstellen al haar werkjes. Ja, ja. Ja, zijn mensen welkom? Ja, tuurlijk zijn ze welkom. Dat zou ik niet zeggen van 11 tot 4, toch? Ja, en de koffie is bruin, de thee is ook bruin. Zo is het, mensen. Tot 26e.